Hoor je welkom bij een nieuwe video. Abonneer je zeker even op het kanaal van Kim. Hoeveel langer je dan bent voor hem. Volgens mij elke keer dat ik jou zie ben je net 1, 2 centimeter lang. En ik zou zeggen, wil je meer zien? Abonneer dan op het kanaal van Kim. Ja, daar gaat het dan. Subscribe to the YouTube channel and be a best. Hoi, welkom bij een nieuwe video. In deze video ga ik laten zien hoe ik mijn vervolgonderwijs ga kiezen en dat soort dingen. Nou, het klinkt heel raar, maar ik zit dit jaar natuurlijk nog op het Trias VMBO, maar ik doe examen. Dus ik moet een andere school gaan uitzoeken en ik wil heel graag naar het mediacollege. En in deze video laat ik zien hoe dat hele traject gaat, want het is best wel moeilijk om te komen op deze school. Maar je begint natuurlijk altijd met een opleiding kiezen. En ik heb het mediacollege omdat natuurlijk de hoofdkleuren zijn roze. Nee hoor, ik vind het sowieso wel een mooi pluspunt van de school. Maar omdat ik natuurlijk heel veel media doe natuurlijk, gewoon mijn vlog, dat vind ik super leuk om te doen. En ik wil hiermee doorgaan. Ik vind met name interview heel erg leuk. Dus ik heb al op een open dag gekeken hier zo. Ik ben er al 2 keer geweest. En hier zo heb ik een beetje gekeken van wat vind ik leuk opleidingen hier zo. En ik ben op 2 opleidingen gekomen. Dat is audiovisueel, want ik doe nu heel veel voor de camera. Maar ik wil ook best wel wat achter de camera leren. Zodat je samen een heel mooi plaatje kan, een mooi videootje kan maken. En media redactiemedewerker, omdat je daar meer met journalistiek doet. En je krijgt alles in een klein pakket. Alleen wat ik het nadeel vind van audiovisueel is dat je... In de tweede moet je 1 ding kiezen en ik wil eigenlijk alles het liefste houden. Dus zelf denk ik dat media redactiemedewerker iets meer voor mij is. Omdat ik dan het tweede jaar ook gewoon alles heb. En natuurlijk journalistiek, wat ik het allerleukste vind. Dus laten we gewoon beginnen met naar de open dag gaan. En dan leg ik nog alles uit in deze video. Maar ik kan natuurlijk veel spoileren. Maar ik weet toch nog steeds niet op dit moment of ik wel of niet aangenomen ben. Dus voor mij is het ook nog steeds een verrassing. Maar ik hoop natuurlijk wel dat ik aangenomen ben. En ik ga jullie natuurlijk alles laten zien in deze video. Dus laten we meteen nu beginnen met de open dag. Nou, dit waren de open dagen. Dit jaar met corona gaat het natuurlijk ietsjes anders. Ze hebben nu online open dagen. Maar ik ben vorig jaar, toen ik in mijn derde jaar zat, ook al geweest. Toen ben ik 2 keer geweest. Dus dat vind ik op zich wel slim. Want nu heb ik de school een beetje gezien. Ik heb de opleidingen gezien. En ik denk dat ik 100% zeker weet welke opleidingen ik wil doen. Ik wil namelijk media redactiemedewerker doen. Ik heb daar wat met wat leerlingen en wat docenten gesproken. En ze zeiden dat het eigenlijk ook best wel heel erg goed bij me past. Want ik had mijn verhaal verteld over mijn YouTube kanaal, interviewen, dat soort dingen. Dus ik ga me gewoon inschrijven voor media redactiemedewerker. Maar daar moet ik nog even voor wachten. Dus laten we even wachten en dan kunnen we dus inschrijven. Nou, het is 1 oktober en vandaag is de inschrijvingen voor het mediacollege geopend. Dus ik ga me natuurlijk nu even meteen aanmelden. En ik denk dat ik daarna een mail krijg waar dan misschien nog vervolgopdrachten of zo bij komen. Nou ja, in ieder geval, ik ga me gewoon inschrijven en dan wachten tot wat ik moet doen. En dan neem ik jullie natuurlijk mee met alles wat ik moet doen. Nou, het is ietsjes later, want het stukje wat jullie net hebben gezien, dat was in de ochtend. En het is inmiddels 's middags. Ik ben uit van school en ik heb al meteen een mail teruggekregen. Kreeg van het mediacollege. En hierin staan allemaal dingetjes dat ik nog allemaal opdrachten moet doen. Ik zal ze even uitleggen. Ik moet een thuisopdracht doen, een inlichtingsformulier, een AMN-test, ik moet mijn cijferlijst inleveren en een pasfotootje. Nou, een hele lijst zoals jullie horen. Dus ik ga dit allemaal invullen en natuurlijk laten zien aan jullie. En dan moeten we dat volgens mij opsturen en dan mag ik naar de intakegesprek, hoop ik. Nou, ik ga nu dus de AMN intake test doen en dit is een best wel lange test van 2 uur en volgens mij gaat hij hier gewoon een beetje testen van heb je het niveau, weet je welke opleiding is en is dit echt wat je later wil gaan doen. En zoals ik al zei, duurt deze test 2 uur, dus ik heb alvast mijn snack en wat drinken erbij gepakt. Dus ik ga even deze toets maken en ik ga het natuurlijk niet laten zien, want anders weten jullie al welke vragen erin komen als jullie ook naar deze opleiding willen. Dus dat is natuurlijk niet de bedoeling, dus ik ga nu deze toets maken en ik hoop dat ik hem een beetje goed maak.
Nou, ik ben eindelijk klaar met de test. De test duurde zeker weten echt wel 2 uur. Dat heb je ook wel echt voor nodig. Dus als je deze test ook gaat maken, weet zeker dat je 2 uur de tijd hebt. Omdat het is best wel een lange test, moet ik je zeggen. En er kwamen dingetjes in zoals rekenvraagjes, maar ook persoonlijke vraagjes. Van ben je een netjes mens of ben je heel erg rommelig? Dat soort dingen. Maar ook wat ik zelf een hele leuke opdracht vond is figuren vergelijken. Want er was er eentje die niet bij de reeks hoorde. Dus... dat vond ik wel een hele grappige opdracht. En ze vroegen ook nog voor de rest wat persoonlijke dingen. Van wat is je voornaam, achternaam, geboorte, dat soort dingen. Gewoon persoonlijk over jezelf. Ook heb ik inmiddels al op het Media College site mijn cijferlijst van dit jaar toegevoegd. Ja, ik heb natuurlijk nog niet zo heel veel cijfers dit jaar. Maar alle cijfers die ik heb, die heb ik erbij gezet. En ook wat cijfers van vorig jaar. Ik heb ook een leuke foto van mezelf erin gezet. En ik heb nog wat formulieren die mijn mentor in moet vullen. Of ik wel een goede leerling ben, natuurlijk. En die heb ik dus naar hem al gemaild. Dus daar moet ik gewoon alleen nog even wachten. Dan kan ik die ook toevoegen. En dan ben ik eigenlijk klaar. Dus ik moet alleen nog een pitch voorbereiden. Die ik natuurlijk nog moet maken. En natuurlijk daar naar de school moet gaan. Om die voor te bereiden en te presenteren. Dus die ga ik morgen doen. Maar ik ben echt wel heel erg moe naar het test doen. Zoals je ziet, mijn pepernoten zijn op. Net zoals mijn drinken. Dus ik ben eigenlijk best wel moe. Dus eigenlijk verdien ik dat ik wel even mag slapen. Dus we gaan morgen gewoon weer lekker verder met de pitch. Dus we zien jullie zo, hè. Nou, het is inmiddels een paar dagen later. Ik ben blij dat de test erop zit. En ik heb inmiddels al een nieuwe mail gekregen. En in deze mail stond de thuisopdracht uitgelegd. Ik moet namelijk een pitch maken. En die mezelf dan presenteren op de school. En vervolgens moet ik ook een evaluatievlog daarover te maken. En die pitch moet ongeveer 2 minuten duren. En dan moet je gewoon jezelf een beetje in presenteren. En iedereen die heeft hem volgens mij al gehoord. Want ik wil gewoon zoveel mogelijk oefenen. Elke dag probeer ik ook 1 keer hem te herhalen. En vriendinnen kennen hem volgens mij al. Mijn ouders die kennen hem, mijn mentor. Iedereen heeft hem wel een beetje gelezen en een beetje doorgenomen. En heeft me geholpen om een beetje te zeggen, oh, dit kan je misschien beter erin doen. En ik wil hem wel vertellen aan jullie. Maar 2 minuten naar deze pitch luisteren is denk ik een beetje vermoeiend. Dus ik doe gewoon het beginstukje, want dat vind ik zelf wel leuk. Ik begin namelijk met, hoi, ik ben Kim Cogé, ik zit op het Trias VMBO en doe dit jaar examen op het Trias VMBO. Ik heb niet zo heel veel huiswerk, omdat ik het meestal af heb in de les. Dit betekent dat ik veel vrije tijd heb en wat ik leuk vind om te doen in mijn vrije tijd is figureren, met vrienden afspreken en video's maken. Ja, dat klopt, ik maak mijn video's. Ik heb mijn eigen YouTube kanaal en al bijna zo'n 5 jaar maak ik elke week hier zo een video voor. Ik heb in deze 5 jaar ook al 2000 abonnees gehaald en ik ben er super trots op. En dan ga ik nog wat dingetjes vertellen over dat ik interview leuk vind en wat mijn talenten zijn. Nou ja, dit is dus even in het kort mijn pitch. En als jullie ook naar het Media College gaan, veel succes met je pitch te maken. Dus laten wij nu doorgaan met, volgens mij gaan we nu dan naar het Media College om de pitch te geven op vrijdag de 13e. Oh god. Nou, vandaag is de dag. Ik ga naar het Media College om mijn pitch te houden. En dit is van 10 tot 1, dus ja, 3 uur. Ik weet ook niet echt wat ik moet verwachten, want mijn pitch is maar 2 minuten. Nou, ik heb in ieder geval genoeg eten, dingetjes wat ik kan doen mee, zodat ik niet lang hoef te wachten. En ik heb natuurlijk de beste support van Taxi. Maar ik ga dus nu naar het Media College. En... ja, dan hoop ik dat alles goed gaat en dat ik dan binnen 2 weken het bericht hoor dat ik aangenomen ben. Ja, en heb ik nog een kleine verrassing voor je. Oh, wat dan? Dan mag je even je telefoon pakken. Oké. Als het goed is heb je 2 appjes. Zet even de volume aan. Oh, dit is niet gepland. Volume aan, alsjeblieft. Ik zie nu alleen Jaap en Benjamin. Kim. Zet hem op bij de intake van het Media College. Doei, doei, doei. Hoi Kim, heel veel succes met je auditie in Amsterdam. Zet hem op. Heel lief. Ja, wel hè. Nou, sorry, ik begon even te huilen. Het werd gewoon even te veel. Ik heb namelijk ook best wel veel stress over vandaag. En dat ik het misschien niet ga halen en dat soort dingen. Maar dit, zeg maar, erbij. Ik had het echt niet verwacht. Ik vind het gewoon super lief. Dus ja, daarom begon ik gewoon even te huilen. Maar ja, ik vind het super lief van jullie, Jaap en Benjamin. En als jullie deze video kijken, ik hou jullie zeker op de hoogte. En ik hoop
hoop ook super erg dat ik het ga worden. Nou, ik ben een beetje bijgekomen van die video's. Ik vond die in ieder geval super lief. We gaan nu dus naar het mediacollege. Ik weet nog niet zeker of ik ga filmen, want ik vind het best wel nerveus. Ik ben best wel nerveus. En ik wil me echt focussen op de intake. Dus nou ja, dat zie ik daar wel. En dat zien jullie ook wel in de video. Dus laten we nu naar het mediacollege gaan. Nou, het is vandaag 13 november, de dag van de intake. En ja, vrijdag de 13e, I know. Hopelijk is dit vandaag voor mij een geluksdag. Want het is vandaag de dag van de intake. En ik ben eigenlijk heel erg nerveus. Dus ik ga jullie ook niet meenemen vandaag. Ik ga het gewoon helemaal op mijn eentje doen. Hopelijk maak ik nog wat vrienden. Maar ik ga. En ik zie jullie na de intake. Doei! Nou, dat was het. Het zit erop. Ik heb de intake gehad. Mijn pitch ging eigenlijk best wel goed voor mijn gevoel. En ik heb gezegd natuurlijk dat ik niet zou filmen hier zo. Maar ik moest een evaluatievlog maken. Dus ja, daar kan ik natuurlijk ook wat beelden van gebruiken. Zodat ik jullie een beetje kan laten zien hoe het toen was. Hallo, ik ben Kim Kogé. Ik heb net mijn pitch gehad. En zelf vond ik dat het best wel goed gegaan is. Ik heb een paar vragen gehad, dus dat betekent dat ik het voor mijn gevoel best wel goed heb gedaan. Kijk, dit vind ik heel makkelijk, gewoon zo praten tegen een camera. Maar editen en dat soort dingen vind ik best wel moeilijk. Dus ik hoop dat jullie me dit kunnen leren. En uiteindelijk gewoon dat ik hier weg kan lopen met een diploma. Dus ik wil ook heel graag naar deze opleiding, omdat ik geen plan B heb. Ik weet dat dit wil ik. En ook, ik ben vorig jaar in de derde naar deze opleiding, zeg maar, gaan kijken wat ik hiervan vond. En toen kwam ik binnen met zo'n thuisgevoel van, dit is wat ik wil. Dit is de school waar ik naartoe moet. En ik, zoals ik al zei, ik heb geen plan B, dus ik moet dit wel worden, want ik heb echt geen idee wat ik anders ga doen. Dus ik vond in ieder geval, ja, ik heb alles gedaan wat ik kon doen. Dus ja, ik kan niks meer doen dan wachten. En binnen 2 weken hoor ik dus of ik wel of niet aangenomen ben. Dus iedereen, fingers crossed voor mij. Nou, het is woensdagochtend en elke ochtend begin ik altijd even om te checken van mijn mail. Kijken of ik nog belangrijke mailtjes heb gekregen. En ja, vandaag is er zo'n dag. Ik heb namelijk een mailtje teruggekregen van het mediacollege. Dus ik ben heel benieuwd wat er in deze mail staat. Dus ik ga hem gewoon even openen en lezen met jullie. Want ik heb hem zelf ook nog niet gelezen. Even kijken, hier zo. Gefeliciteerd, beste... Oh. Ja, beste Kim. Je bent aangenomen voor de opleiding MBO 4 Media Redactiemedewerker. Ik ben aangenomen dus. Wow. Oh, dit had ik... Wow, wow. Ik ben gewoon aangenomen. Ik ben echt super blij. Misschien zie je het nog niet. Het besef moet er misschien nog even een beetje komen. Maar ik ben dus aangenomen. Dus nu is het dus tijd voor een feestje. Nou, ik ben even gestopt met filmen, want het besef moest er nog even komen. Maar ik ben gewoon aangenomen. Echt, ik ben super blij. En dit is ook meteen het eind van de video, want ja, meer kan ik natuurlijk niet laten zien aan jullie. Dit was natuurlijk het proces hoe ik aangenomen zou worden. En ik ben dus aangenomen, ik ben super blij. En ik vond het echt super leuk om naar de open dagen te gaan. Ik vond het best wel een heftige traject dat je al die testen moest doen. Je moest gegevens, je moest naar de school. Het was best wel pittig, want normaal schrijf je gewoon in voor een opleiding van ik wil economie doen, ik ga naar die school, ik ben aangenomen. Dat hoorde ik ook veel van vriendinnen. En dit was best wel veel om te doen, dus als je naar deze school wil, dan moet je echt te gaan omdat je echt wil. En je moet ook een soort klik hebben met de opleiding. Ik dacht namelijk ook de eerste keer dat ik naar audiovisueel was wou. Maar toen kwam ik later achter dat ze ook media redactiemedewerker hadden en dat dat meer met journalistiek is. En toen zat ik echt van, hier moet ik heen. Er is niks anders, ik moet hierheen. En dat is ook misschien wel een hele grote tip. Ga naar de open dagen, want met de open dagen... Oh, kom mee. Maar met de open dagen kon ik echt zien van, oké, dit is de opleiding, dit ga je doen, dat soort dingen. En toen ben ik ook
verliefd geworden met deze opleiding, om het zo maar te zeggen. En ik ben natuurlijk in mijn derde leerjaar al gegaan. Dat is ook voor jullie zeker weten een grote tip. Zodat je je al goed kan oriënteren. En misschien later ook nog denkt van, misschien vind ik die andere opleiding veel leuker. Dus, vond je het een leuke video? Ik vond vooral het laatste natuurlijk het leukst. Doe natuurlijk zoveel mogelijk duimpje omhoog. Abonneer op het kanaal. En zet natuurlijk een vette leuke reactie onder de video. En zie ik jullie in de volgende video. En misschien is dat wel een examenvideo. Doeg!